Ik heb informatie gehad van overledenen. Deze heb ik op schrift gesteld. En verzekerd verstuurd naar Maureen van Meteren, een van de presentatoren van het radioprogramma. En ik heb haar gevraagd of ze gevoelsmatig iemand op straat wilde benaderen. Nou, je gaat dan gebeuren, hè? Nou, wat hartstikke spannend, hè, allemaal. Ja, ik had een hele leuke opdracht, want ik had een opdracht vanuit de geestelijke wereld gekregen dat ik Maureen de straat op moest sturen. En dan in de goede zin van het woord. Ja. En jij moest goed invoelen, want jij moest daar een persoon van de straat afhalen. Er staan drie dierbaren bij mij en bij jou. En die drie overledene dierbaren. En die vinden het heel erg belangrijk dat je vanavond hier bent. Ze hebben mij verteld hoe jij een klein beetje in elkaar zit en wat er gebeurd is. In die zin wat er gebeurd is, niet in details, maar wel van je hebt een vrij heftig leven achter de rug. Ja, klopt. Wat je achter de rug hebt, dat zijn de laatste drie. En ik zeg vier, maar vier is eigenlijk te veel. Maar zeker drie maanden heb je daar een hele flinke stap in gemaakt. Dat klopt. Ja. Ik heb een dame bij mij die zegt dat het contact wat jij en zij heeft, dat dat gebaseerd is op moedergevoelens. Nu weet ik niet of het je moeder is. Maar het was iemand die heel een warm hart had, waar je ook altijd heel ontvankelijk goed ontvangen werd. Ik ben in twijfel of het mijn oma is. Het kan ook een tante van mij zijn. Oké. Want ze heeft zelf een eind gemaakt aan haar leven. Ja, dat klopt. Ja. Voel jij je daar schuldig aan? Ja. Is dat zo? Ja, omdat Ik had altijd een goed contact met haar. Op het moment dat ik haar heb losgelaten en na drie maanden daarna deed ze het. Mm-hmm. Heb ik me wel eens heel rot over gevoeld. Mm-hmm. Ja. Dat ik denk, verdorie, dat was niet nodig geweest. Mm-hmm. Was jouw vader een hele eigenwijze man? Ja, ja. Eigenlijk wel, ja. Ja. Dat was ook een man die een heel apart karakter had. Ja, dat klopt. Ja. Hij hield ook heel veel dingen voor zichzelf. Had een eigen visie en een eigen mening. Ja, dat had hij. Ja. Vond hij soms ook wel eens die handjes laten papperen? Of? Ja, dat kon hij. Oké, toch wel. Ja, ja. Ja. Maar goed, daar wil ik het even niet. Nee, daar moet je het ook niet over hebben. Maar hij laat het me wel zien. En dan zie je dan, als mensen zo'n karakter hebben en ze zijn zo aan het breken in hun ziek zijn, dan geef je vanuit die hele zuivere liefde vanuit je hart. En dan vult hun hart zich met jouw liefde. Mm-hmm. En die nemen ze mee naar de andere kant. Mm-hmm. En hierin zie je dat die man zo vervuld is met die openheid, die zuiverheid, dat hij eigenlijk zegt, ik ben heel veel gaan begrijpen. Ik ben heel veel gaan zien wat ik fout heb gedaan. Ik heb heel veel geleerd van de verkeerde momenten van zijn leven. Mm-hmm. Hij is daar heel erg mee aan de slag gegaan. En hij vraagt eigenlijk aan jou van, wil je me vergeven? Ja, ik vergeef hem. Dat is knap. Ja, je hebt de brief zojuist opengemaakt. Ja, we hebben samen met Alice heb ik dit besproken. En ja, we kunnen niets bedenken wat niet klopt, Alice. Nee. Klopt inderdaad. Ja. Ik zal hem nog een keer voorlezen. Nou, het is een vrouw van midden 50. Alice is 51. Nou, ze heeft zeer emotionele ervaringen en kan zich sinds een paar maanden uiten. Daar hebben we het over gehad. En toen zegt ze. Ja, klopt. Dat klopt. En er zijn drie mensen verloren. Over. Die zijn dood. Die dicht bij haar staan. Emotioneel. Ja, dat klopt ook. Waarvan zij van twee personen zeer moeilijk afstand heeft kunnen nemen. Afstand heeft kunnen nemen omdat het rouwen heel erg zwaar daarin is. Alice, mm-hmm. Klopt dat? Dat klopt. En wie was dat? Of wie waren dat? Sorry. Ja, ik denk mijn vader. Mm-hmm. Ook daar bepaalde dingen niet... heb kunnen uiten. Ja. En die tante. En de tante, ja. Mooi wens. Wel. Dus dit klopt. En dan is het heel apart dat dit...
ruim van tevoren aan mij werd gegeven en dat het klopt met het verhaal wat we hier vanavond neergezet hebben. Ja, ik ken dat al niet, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar dus, ik heb haar wel leren kennen als een hele warme vrouw, een hele warme persoonlijkheid die ja, toch wel inderdaad, ja, heel spirituele vrouw. Ja, ja, heel oprechte vrouw, hele warme vrouw, hele lieve vrouw. Ja, ik vind het heel fijn dat ik haar heb leren kennen, ja. Van, goh, we gaan iets heel nieuws doen, heel spannend. Dus ik ging met een behoorlijk rikketikje de uitzending in. Maar als je eenmaal met Tony samen bent, samenwerkt, dan komt de rust over je heen. En dan weet je dat het goed is. Het is eigenlijk voor een luisteraar niet te peilen van over wie je het nou eigenlijk hebt. En dat deed ze heel professioneel. En vandaar ook dat ik eigenlijk geen blokkades heb ervaren om bepaalde dingen niet uit te spreken. Ik stond in dit nieuwe concept, in deze nieuwe situatie, positief. En waarom? Omdat ik vertrouwen heb in de berichten die de andere wereld aan mij doorgeeft. Dus als ze tegen mij zeggen van, nou, Tony moet dat zo en zo en zo doen, dan weet ik gewoon dat ook de dingen gaan zoals ze gezegd zijn. Daar heb ik vertrouwen in. Daar heb ik te veel ervaring in. En ja, Tony is gewoon een toffe vrouw uit Brabant, hoe je dat dan zo noemt. Ja, het is echt een heel mooi mens. Ik vind haar eigenlijk een beetje een engel op aarde. Ik wil je uitnodigen om ook mijn andere uitzendingen te beluisteren op deze website.